I don't wanna close my eyes. I wanna miss the thing. Cause even when I dream of you. Zo, klaar ja. Met dat geouwehoer. Sanne is helemaal moe van al die liedjes van mij die ik met haar gezongen heb. Tot dan hier, al 2 uur lang. Ja, het is nu 12 uur. We waren eigenlijk om 7 uur vanochtend al weg. Dat is een beetje mislukt. Maar dat lag niet aan ons. Nee. Dat moeten we er even bij zeggen. Niet dat wij zo lui waren of zo. Maar er kwam een change of plans. Ja. En dus... toen konden we later weg. Ja. Maar we gaan dus bij 2 mensen langs, zoals we net al in de intro hebben verteld. En dat zijn mensen uit ons verleden. En mensen uit een ander land. Ja, we gaan naar het buitenland. Internationaal vandaag. We gaan naar België. En we gaan niet naar de Bruinhoeven. Nee. We kunnen wel praktisch langs rijden, maar dat gaan we niet doen. Kunnen aanbellen, kunnen proberen. Wil jij iets kwijt over de eerste gast? De eerste gast kennen jullie waarschijnlijk niet. Want ik weet niet, hebben we dat ooit eerder in een vlog gehad? Denk ik niet, maar we hebben er trouwens wel een video over gemaakt. Maar, ja, dus misschien als je ons al langer volgt, dan kan het zijn dat je hier wel een keer wat over gezien en hebt. En we hebben ook wel een keer iets in de stories gedeeld van haar. Oh ja, ook. Wij gaan namelijk langs bij de vorige eigenaar van City. Ja. Want City heeft bij ons natuurlijk in 2 jaar tijd ongeveer een complete leven geleefd. Ja. Zoveel meegemaakt, trauma's forever. Maar, ja. Dus we gaan eventjes aan haar vragen of ze al spijt heeft, of ze spijt heeft dat ze City heeft verkocht aan Ingrid. Wat wel leuk is, is dat zij heeft City eigenlijk rechtstreeks uit de opvok gekocht. Dus de hele jeugd die verder bekend is van City voor alle voorgaande jaren, zijn allemaal bij Famke geweest. Ja. Dus, die gaan we straks even uithoren. Die weet alles van haar. Ja. Iets meer te weten komen over City, toch nog. Dat is wel leuk. We wouden het eigenlijk doen in een video in de Veulen-serie, alleen die liep natuurlijk een beetje anders dan gepland. Dan waren ze uit kraamvisite gekomen. Ja, dan... dat zou echt niet leuk zijn, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Nee. Maar, dan maar zo. Dus last call, we moeten nog een half uur. Ja. We zijn gearriveerd in België. Ja, we zijn helemaal vakantie. 2 kilometer de grens over gegaan. Ja, volgens mij is het niet zo nee. Wij gaan jullie laten zien waar we zijn en bij wie we zijn. We zitten hier in Lommel. Ik ben Famke van Meel. Ik ben 19 jaar. Ik ben een springruiter. Ik heb hier mijn paarden gestald staan. We hadden onderweg al verteld dat jij City dus eerst had. En dat die, je hebt hem vanaf de opvok gehad of vanaf jong? Ja, vanaf jong. Vanaf 4 jaar hebben wij haar gekocht. Ik denk dat wij heel even een staltour gaan doen, of niet? Ja, dat zullen we wel maken. En dan gaan we even langs jouw paarden. Ja. Dit zijn de pensionstalling. Dus de paarden, die eigenaarspaarden. Enkel die, die is. We zullen starten met dit paard. Dit is Nice. een hele grote. Dat is wel een van mijn beste paarden die ik momenteel heb. We springen op niveau 1,20, 1,25. Ja, je bent lief. Kijk. Hij is echt groot. Ja. Dat is echt een joekel. Maar wel mega lief. Hij is echt de liefste die ik heb. Hij is echt heel braaf. Ja. Ja, ik ben niet onder het vaderom, maar zo is hij. Ja, die is echt heel braaf. En ik denk, die is 7 jaar. Oké. Van non-stop. Dit is Curiosa. Dat is een kleine. Iets compacter dan de vorige. Ja, inderdaad. Deze is redelijk klein. Een beetje schuw. Ja. Hallo. Met haar spring ik momenteel 1,10. Die heeft altijd 1,30 gesprongen. Altijd eten, al mijn paarden, altijd eten. Zit die ook al? Ja. Ik heb dus soms, dan zie ik je op Instagram en dan zie ik foto's en dan denk ik, wie heeft er nou een foto van Roos geplaatst? Ja. En dan kijk ik en dan is het dus een foto van Famke, maar dan met dit paard. Oh, plak wel even een foto erin van deze met een hoofdstel en een Roos met een hoofdstel. Dat je het goed kunt zien. Als je gewoon zo langs swipet, zeg maar, dan denk je echt, wacht. Ja. Dus ik vind het wel een beetje een Roos look-like. En dan hebben we hem. Die hebben we eigenlijk een beetje soort van gered, want die is verwaarloosd geweest door een koppel. Die zijn gescheiden geweest en die man die kende niet zoveel van paarden. Ja, het is nu al 50 kilo bijgekomen en hij doet het heel goed. Dressuur is hij heel fijn te rijden, maar springen
Dat hebben we nog niet echt zo gedaan met hem. Hij zou wel kunnen springen. Maar we hopen gewoon vooral dat zijn gezondheid op een top wordt. Ja, precies. Dus, en dat hij gelukkig wordt natuurlijk. Hè. Deze is 13 jaar. Oh ja. Nou, dan heeft hij nog tijd zelf. Ja. Om gelukkig te worden. Zou daar eigenlijk zo mee kunnen wegrijden? Iedereen eigenlijk. Het is echt zo een manegepaard eigenlijk. Ja. Er staan hier sowieso wel veel schimmels, hè? Ja. Ja. Eindelijk goed weer. Ja. Volgens mij de voorspelling was niet zo goed, maar... Nee, bij ons ook niet. De staleigenaar die doet paardenzadel mak maken en paarden, jonge paarden aankopen en verkopen. Van circa, wat is het, 2 jaar tot 4 jaar verkopen en zadel mak maken 3 tot 4 jaar. Ja, dus hier staan alle jonkies. Ja, inderdaad. En City is ook hier zadel mak gemaakt. Ja, City is inderdaad hier zadel mak gemaakt. Toen we die hebben gekocht, is die een maandje naar hier gekomen. Ja. En dan heeft Serge die zadel mak gemaakt. Hij was een boomproef. Ja. Ideaal voor een 12-jarig meisje. Ja, dat is echt perfect. Want ik was echt nog heel jong, mijn eerste jong paardje. Ja. Dus je kon er echt alles mee. Was nog niet perfect. Steeds. Ja. Super braaf. Ja, echt heel. Ja. Deze heb ik net pas verkocht. Dat is Symphony. Ook een super lieve. Hoi, jij bent ook zo schattig. Je eten voor mij. En deze spring je ook mee? Ja, daar sprong ik mee. Nu springt Saartje daar mee. Ah ja. En dan heb ik nog een 2-jarige. Uit? Ja, die is buiten. Dit is de indoorpiste. Heel fijne piste. Niet al te groot, maar... Nee, maar wel een goede bodem zit erin. Ja. Er komen al je paarden buiten nu, hoor. Ja, ja. Hier zitten nog 2 jonge paardjes. Ja. Ik ga zo hoofd kijken. Maar... Hallo. Dat is nog allemaal weiland van ons, tot aan die hekken. Oh, dat is fijn. Las genoeg. Ja, dat zeker. Ze komen hier niks te kort, hoor. Dat is mijn 2-jarigste. Die achterste? De kleinste. Ah, die moet nog een beetje groeien, ja. Ja, die moet nog... Als je dat ziet tegenover die. Ja, dit is al een heel ander model, ja. Ja, maar ik denk dat die 1 jaar ouder is. Oh, dat kan, ja. Ja, die ziet er ook iets minder baby uit dan. Ja, ja hè? Dat is echt... Als ze nu komt. Maar deze staat hier ook gewoon binnen 's nachts? Of staan ze gewoon de hele tijd buiten? Nee, die staan als het goed weer is, zoals vandaag. Hopelijk is 's nachts dan goed weer. Ja. Blijven die gewoon buiten staan. Oh, dat is wel lekker. Want daarachter hebben we ook net nog een vijver. En daar kunnen ze altijd drinken. Want ze wisselen ook altijd van wei, dus overdag. Oh, dat is wel fijn. Ja. Fijn dat ze dan mooi samen doen. Want ik zocht nog een jongen. Maar... Echt? Ik doe fulltime werken in de zorg. Oké. En dan kom ik hier nog de paarden bereiden. En dan probeer ik zo wat meer... wat Serge eigenlijk doet, zo paarden aankopen en verkopen. Ah ja. En dan zo hier en daar geef ik wel eens les aan jongere kinderen. Ja. Maar ik weet niet of ik daar echt verder mee wil gaan. Het is momenteel heel druk, vooral met de paarden, want de paarden zo goed bezig zijn. Ja. En dan binnenkort komt deze er nog eens bij, waar we eens wat mee gaan vrijspringen. Genoeg. Ja, ja, zeker weten. Goeie kijk dat. Als zij vrijspringen, ja. Mijn grote die heft heel veel op de sprong. Ja. Dus ik word wel soms echt in de lucht gecatapulteerd. Maar, en dat heb je dan met mijn kleine Mary eigenlijk niet. Dat voelt je niet echt als hij springt. Nee, die zijn daar vaak wat handiger in. Ja, klopt. Ja. Want dan zit die haar grote, dat was ideaal voor mij. Ja. Dat was echt ideaal. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Dat zijn de perfecte hoogte heeft. Ja, hè? Ja. Gisteren hebben ze tegen de omheining gereden. Oh. Ja, en hier trainen we dan altijd, hè? Ja. Dit is waar ze een beetje door moeten werken. Ja, dat is wel heel fijn. Want als het heel veel regent, dat water trekt ook meteen weg. Ja. Want aan de zijkant hebben ze hier zo gootjes gemaakt.
Nou, we hebben net even de staltour gehad. En nu zijn we natuurlijk hier gekomen voor wat vragen over City's verleden en hoe jouw leven er nu uitziet. Ja. Zonder City. Zonder City. Hoe ben jij ooit bij City terechtgekomen? Of waar was je naar op zoek? Hoe heb je haar gevonden? Ik heb haar niet gevonden. Mijn ouders hadden dat als verrassing eigenlijk gedaan. Dat is lief. Ja. Mijn ouders hadden toen tegen de manege-eigenaar gezegd van, we zoeken een paard. En dan waren we hun gaan kijken, overal, naar de jonge paarden. Ze waren echt bewust op zoek naar een jong paard. Ja, ja. Echt wel. Om zo samen te groeien en wat is het allemaal. En uiteindelijk, ik was dan op een zondag in de manege en de staleigenaar zei van, ja, Fonke, kom eens mee. Dat is echt zo meekomen als 12-jarig meisje. Yeah. Echt zo helemaal into de... Ik heb straf. Dan zag ik zo de stal en daar hangde zo'n papier aan. Fonke, proficiat met je paard. Echt zo, wat? Nee. En daar stond ze dan, klein paardje, echt een bolletje. En ik dacht, oh my god. Dat is nu. Toen was ze dan 4 jaar. Hier is ze dan zalemak gemaakt geweest door Serge. De eerste week heb ik daar niet mee kunnen rijden. Ik was ook nog maar een manegeruiter eigenlijk. Dus ik moest zelf ook nog wel wennen en zo met het idee van mijn eigen paard. Ze was altijd al zo braaf. Ja, heel braaf zelfs. Ja. En toen was ze 4, zei je? Toen ja. 4 toen ze moet je nagaan. Ja. Braaf uit de baarmoeder gekropen. Ja, wat hebben jullie in die jaren samen beleefd? Gedaan? Hoogtepunten, dieptepunten? Ja, mijn hoogtepunt sowieso met haar was dat ik haar mocht krijgen. Eerste eigen paard. Ja, inderdaad. Echt uw eerste eigen paard. Ja. Ik was helemaal verliefd op haar. Echt helemaal. Ja, ja, ja. Ze was zo heel eerlijk en heel braaf. Ja. Allee, een 12-jarig meisje is niet altijd zo even... ervaren. Nee. Dus ik zat er ook maar op te hobbelen en alles. Hebben we eerst een jaar gewoon dressuur gereden, in zoverre het kon. Geen wijken of appuiementen of wat is het allemaal, maar wel zo wat dressuur, wat draven, galopperen en zo. En conditie opbouwen, want ze had totaal geen conditie. Daar is ook heel goed in, om dat niet te hebben. Ja, precies. En dan zijn we uiteindelijk gaan beginnen te springen. En dan zijn we op wedstrijd beginnen te gaan. Eerst waren we op maar 80 centimeter, dus een clear round. En dan een serie A, dat is 95. En dan hebben we 2 keer, denk ik, een serie B gedaan, dat is 1,5. En dan is het tot die niveau gebleven eigenlijk, want we wilden niet hoger gaan. Dus, omdat City daar een beetje te... Ja, City was daar niet, niet echt geschikt, zal ik zeggen. Ja. Ze had wel een gouden hart en ze zal altijd springen. Maar echt voor het hogere? Nee. Nee. Dat kan ik niet aan. Nee. Nee, maar ze heeft jou dus wel de springsport ingevoerd. Ja, inderdaad. Dat wel. Ze heeft me wel heel veel geleerd. In zover het kon. Hoe ver dat zij het eigenlijk kon doen. Ja. Want zij kende ook niks. We hebben ook alles samen gewoon geleerd. Haar eerste wedstrijd was ook maar met mij. Was dat ook de... Sorry. Ja, dat wou ik ook vragen. Of dat ook gelijk de reden was waarom je een ander plekje voor haar ging zoeken. Dat je verder wou. Ja, inderdaad. Toen hadden we al 2 paren. Hadden we nog een paar bijgekort. Gelijk je zo. Dus ja, zijn we inderdaad naar een andere plek gaan zoeken. Waar ik toch mijn... Ja, dat we gewoon meer konden leren. Ja, ja. Zal ik het zo zeggen, heb ik toch besloten om haar te verkopen omwille van dat ze niet meer echt volledig gelukkig was. Ze kon ook niet elke dag buiten, dat was de voornaamste reden, want ik vond wel dat zij dat kon hebben. Want ik wou haar hebben als een recreatief paard. Ja. Je zag gewoon aan haar dat zij niet meer gelukkig was. Ja, had je haar al te koop aangeboden of was je gewoon langzaam een beetje aan het kijken? Dat je... Iris tegenkwam. Of ja, ik had volgens mij een oproepje geplaatst of zo, dat ik een braaf paard zocht. En ik had al zoveel paarden bekeken. En de een had dit niet goed, de ander was niet braaf, de ander was niet goedgekeurd. Weer een ander dacht ik, nee, voel ik me niet veilig op. Al met al heel gezeik, of ze waren te groot dat ze niet in ons stal passen. Er was met alles wel iets aan de hand, of ze vielen ver buiten budget als ze wel weer braaf waren. Dus ik was echt een hele poos aan het zoeken naar een paard waar ik... Weer vertrouwen. Ja, waar ik ook echt mijn vertrouwen weer mee op kon bouwen. En toen kreeg ik een berichtje van jou, volgens mij heb ik het perfecte paard. Ja. En toen zei je maar, het staat wel in België. En toen dacht ik, oh nee. Er is altijd iets. En toen dacht ik, oh, helemaal andere kant maar van de wereld. Maar eigenlijk maakt het ook niet uit, want het is maar hopelijk maar 1 keer. Precies, het was... Maar ja, je weet natuurlijk niet of dat paard echt zo braaf is. En of je dan je hele dag verspild hebt om naar een heel stom paard te gaan kijken.
Maar alles wat jij had gezegd, dat was ook gewoon City. Ja. Die video die kunnen jullie trouwens hier kijken, want die hoe lang is het geleden? 2 jaar, denk ik, zoiets. Ja, dan denk ik wel, ja. De dag dat we haar gingen ophalen. Ja. Want had je gelijk een goed gevoel ook bij ons? Of dacht je, twijfelde je nog wel? Of dacht achteraf je, dacht je, oh nee. Ja, nee. Jullie waren de eerste eigenlijk die haar hadden uitgeprobeerd. Want ja. Ik had haar nog niet echt zo online gegooid. Ik was al eerst aan het kijken van welke mensen zijn te vertrouwen. Ja, ja. Want er komen ook soms van die fokkers bij. Ja. En soms van die rare mensen dat ik denk van... Nee, dat wil ik niet. Nee, die kun je net zo goed zelf houden. Ja. Ja. Dus dan dacht ik, weet je, ik ga die mensen sturen. En uiteindelijk, dat was gelijk echt wel... de eerste. Ja. 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 Match made in heaven. Ja, nee, maar het paard was goed. Maar ik was ook heel blij dat jullie... gewoon de waarheid hadden verteld. Want het is inderdaad wat je zegt, moeilijk. Als je wat zoekt voor je paard is lastig. Maar ook als je een paard zelf zoekt, worden zoveel dingen vaak achtergehouden. Zoveel mensen die inderdaad niet eerlijk zijn met de paardverkopen. Dat is ook of zo. Met het kopen inderdaad, dat ze andere bedoelingen hebben. Dus daarom dacht ik ook van, nou, ik weet niet of ik helemaal naar België wil rijden. En toen zag ik City staan en toen dacht ik, oh nee, deze is echt heel leuk. Dus een tip van ons, gewoon verder rijden. Gewoon naar België. Nee, maar dat is wel heel fijn. En we hebben eigenlijk al die tijd wel een beetje contact gehouden ondertussen. Ja. Want je ziet van haar natuurlijk nog wel regelmatig dingen voorbij komen. Ook minder leuke dingen. Want hoe was het voor jou toen je die dingen voorbij zag komen? Dat je dacht... Ja, dat was toch wel even verschieten. Ja. Ik dacht, oh my god. Oh nee. Ik had ook een avond daar echt voor gewend. Van, allee, hoe kan dat nu gebeuren? Maar uiteindelijk, alles is in orde gekomen. Zeker. Dus ik ben daar wel heel blij mee, natuurlijk. Want evengoed kon dat bij ons ook gebeuren. Hè? Kon dat hier gebeuren of in mijn vorige stal. Dat maakt niet uit. Het was ook gewoon een dom ongeluk. Ja. Nou ja, eentje die vrij heftig uitliep ook. Ja. En ik schrok me ook helemaal rot die dag. En ik was ook echt net zo gelukkig met dat paard. En toen dacht ik, oh, nou is het voor altijd afgelopen. En je weet niet hoe het gaat herstellen inderdaad. Dus ik dacht ook van, oh, dat komt allemaal helemaal nooit meer goed. Maar al met al is het gelukkig echt ook heel veel geluk dat zij zo rustig is. Dat ze gewoon braaf in de stal kan blijven staan. En daarom is ze ook gewoon netjes genezen. Ja. Maar op een gegeven moment ging ze dus wel over de omheining springen. Ja. Toen ze weer een klein beetje in beweging kon komen. Ja, toen dacht ik, geef haar een uitloopje. Toen sprong ze zo bij de resten in. En toen dacht ik, nee, je hechtingen. Ook wel weer een goed teken dat ze zich wel soort van weer goed voelde. Ja, en toen kwam het veulentje. Ja, we hadden eigenlijk gezegd dat het zou leuk zijn als we dan deze video op konden nemen. Dat je bij ons langs zou komen en dan een kleine City... Ja. Maar ja, maar genoeg niet. Maar misschien volgend jaar. Ja, misschien. Ik hoop het. We gaan nog even nadenken. Maar hoe was dat voor jou om dat te zien? Dat je, om haar nog een beetje te blijven volgen, maar dat het eigenlijk niet helemaal gaat zoals jij had gehoopt voor haar. Net als voor ons eigenlijk. Maar, voor ons net zo goed. Maar heftig natuurlijk, hè. Maar, je hebt er nog steeds wel vertrouwen in dat ze blij is bij ons. Ja, dat is weer zo. Ik heb haar nog nooit... In al mijn jaren dat ik haar heb gehad, want ik heb haar 4-5 jaar gehad, heb ik die nooit zo gelukkig gezien als bij jullie. Toen dat die daar kwam. Ben ik wel blij om te horen. Want ook zoals die van de weide komt en jullie hebben zo, waar dat zo een stukje in bos gaat en zo. Dat is zo heel fijn om te zien hoe gelukkig dat zij is. Ze kan uiteindelijk buiten, daar ben ik zo blij mee. Ja, nee, ze staat nu zelfs dag en nacht buiten. Voilà. En normaal in de winter overdag. Ja. Altijd. En ze kan ook heel goed met andere paarden. Dat is ook heel fijn. Ja. Want ze is een beetje wel de sukkel in de groep. Ze vindt alles wel goed, maar dat maakt ook wel dat de groep heel rustig blijft. Ja, dat is wel fijn. Behalve met de halflingen. Ja. Die twee kunnen elkaar... Yellow, die maakt ze helemaal dood. We hebben net jouw eigen paarden gezien. Ja. Wat zijn jouw doelen met je eigen paarden? Heb je nog dat je denkt, dit wil ik heel graag bereiken? Ik heb wel een paar doelen. Met de grote, die nice. Willen we graag volgende zomer op internationaal gaan in Italië. Normaal gezien in december naar Frankrijk gaan, ook op internationaal. Dat is al besproken met mijn trainer. Dan zouden we graag toch wat hoger op willen bouwen en zo. En met mijn Mary wil ik gewoon 1-10, 1-15 blijven verder rijden. Ja. Want haar wil ik ook niet te veel pushen daarvoor. Nee. Omdat ik merk, als zij dat niet wil, dan wil ze dat niet. En ik wil natuurlijk een veulen ook van haar. Ja. Want dit jaar is het niet gelukt, jammer genoeg. Dus hopelijk volgend jaar. Het waren geen goede jaren voor de veulens. Nee. Volgend jaar moet echt wel even een beter jaar komen voor iedereen. Ja, dat is echt. Heb jij een groot voorbeeld? Of iemand die je gewoon heel leuk vindt om te volgen? Mijn trainer natuurlijk, Mauro. Ja. Dat is een heel groot voorbeeld voor mij. Niet alleen over het paardrijden, maar gewoon over algemeen hoe dat hij is. Hoe dat hij omgaat met de paarden. En dan ben ik heel enorme fan van Christian Alman. Oh.
Je verstoort het interview. Ja. Ik vind het heel leuk als mensen daar gewoon in één keer op kunnen antwoorden. Ja, dat heb ik. Ja, hier werk ik namelijk naartoe. Ja, hoe dat hij reed. Ik wil ook zo kunnen reden. Heel technisch en zo. We vragen iedereen bij wie wij te gast zijn of zij nog iets over ons willen weten of over de paarden. Of dat er iets is waarvan je denkt, nou, ik wou dit eigenlijk al die tijd al weten. Wat wilt jij bereiken met de paarden? Nou, ik zou wel heel graag gewoon ooit een eigen paard. Ik wil gewoon eerst een paard. En ik heb gewoon ook nog nooit een wedstrijd gereden. Ah ja. Dus ik denk misschien willen kijken of dat iets voor mij is. Of juist helemaal niet. En anders zit ik dan wel weer iets anders. Nee, gewoon ooit. Het is niet dat ik dat nu heel graag zou willen. Want ik heb denk ik mijn handen vol ook aan jouw paarden. Ja, maar ooit een dag zou ik wel heel graag mijn eigen paard. Nou, ik wil eerst dat we weer recht door de baan kunnen. Ja. Nee, ik zou met City echt heel graag nog wel een keer een springparcoursje willen. Ik ben zelf natuurlijk niet zo'n held, maar City is zo braaf en zo lief. En dan denk ik, als ik ooit met één paard dat kan doen, dan is zij het wel. Dus ik moet even iets meer moed verzamelen en dan dat een keer gaan doen. Ja. Ja, en verder wil ik gewoon dat zij blij is en dat we samen leuk dingen kunnen blijven doen. Ja. Dat we buiten kunnen rijden. En het is gewoon de afwisseling vind ik met haar heel erg leuk. Dat ze alles leuk vindt ook om te doen. Dus, maar met alles willen we gewoon groeien. Ja. En dan hebben we nog... Een dilemma. Een dilemma. Je moet emigreren naar een ander land om verder te komen in het springen. Ja, of? Of je moet, kan in België blijven. Of Nederland, België. Op de grens. Maar dan moet je verder in de dressuur. Dan zou ik gewoon hier blijven. In België. Ja. Dressuur heb ik... Ik volg ook wel dressuurlessen. Het is niet dat ik daar ook een held in ben. Ja. maar ik vind dat ook wel heel interessant hoe dat die dat doen. Zo de Grand Prix en wat is dat allemaal? Dat je weer in dat hoofd... Ja, inderdaad. Dan zou ik gewoon springen links laten liggen. En gewoon blijven wonen waar je woont. Ja, okay. Dat is zeker. Ja. Ik bedacht het dilemma en Iris zei, dat is toch geen dilemma. Je gaat toch sowieso naar het buitenland? Ja, nee. Ja, Sanne die zei nee, zij gaat niet emigreren. En toen zei ik, nou, als iemand mij die optie gaf, dan zou ik gelijk emigreren. Koffers inpakken. Maar ja, waar is het warm? Ik kom eraan. Ik en Sanne en ik, correct Nederlands. Sanne, ik... zijn gearriveerd in Gent bij Carolina. Ja, ben je tevreden zo? Oké. En Carolina ken ik al 100.000 jaar van de paarden. En nu woont ze dus in Gent. Vraag me niet waarom ze terug is gegaan naar België, want je bent een halve Belg, toch? Ja. En nu heeft ze hier een paard en die heb ik nog nooit gezien. En ik heb haar huis nog nooit gezien. En eigenlijk heb ik haar ook al 2 jaar niet meer gezien. Dus... we zijn hier even om bij te kletsen, maar we dachten, dit is ook leuk voor de tour. Carolina heeft heel veel video's van vroeger, van de paarden en van mij. Ja, dat vroeg me ook af. Want je hebt helemaal niet gezegd dat ik Roos... Want Carolina heeft vroeger bij ons paarden verzorgd. Maar Carolina heeft ook Roos in haar bezit gehad. Voordat ik hem in mijn bezit had. Dus, wilde verhalen komen eraan. U ziet hier nu een Belgisch meisje naar natuurlijke habitat. Haar paard vangen. En het gaat hier om een voskleurige pony van ongeveer 1,58 meter hoog. Die zo dadelijk geborsteld gaat worden. Klipje dicht, klipje dicht, klipje dicht. Bedankt, bedankt. En dan komt er nu een stukje ASMR in België. Wat doe jij zoal met dit paard? Gewoon een beetje recreatief rijden. Oké. Ik ben iets meer dressuur aan het oppikken, dat vind ik zelf wel leuk. Heb je les? Ja, iedere week. Oh, kijk. En is het jouw eigen paard of jij leest hem? Ja, ik lease hem. Ik wil hem samen met iemand anders. Omdat ik het geld en de tijd er niet voor heb, helaas. Nee. Anders wou ik hem wel fulltime doen. Maar hoe lang rij je deze nu? 2,5 jaar ongeveer. Ik kan het zeggen, in elk geval zo kort slash lang dat ik hem nog nooit ontmoet heb. Ja. Wil je jezelf even kort voorstellen wie je bent, wat je doet met je leven en zo? Ik ben Carolina en ik verzorgde vroeger de Shetlanders bij Iris. Dan heb ik Roos. Even was ik de eigenaar van Roos, maar dat ging niet helemaal lekker. Nee, dat gaan we zo allemaal vertellen. En nu woon ik... ik heb een tijdje in Nederland gewoond, omdat mijn vader Nederlands is. Maar nu woon ik terug in België, want studeren was hier goedkoper. En ondertussen werk ik bij Kentucky.
Reclame, dat gaan we eruit piepen. Zolang ze ons niet sponsoren. Maar dat is dus handig om connecties te hebben. Doet ze helaas niks mee. Hoe oud was jij toen je begon eigenlijk met Shetlanders Zorgbund? 12? 13? En je bent nu? 23. Dus dan is dat 11 jaar geleden of zo. Zo lang kennen we elkaar al. Ja. Want we kennen elkaar eigenlijk van toen jij dus begon met de Shetlanders verzorgen. Want jouw zusje zou eigenlijk Hiro gaan rijden toen. Klopt. 10 jaar geleden toen was Hiro nog een jonge man. Ja, maar dat ging ook niet zo heel goed. Nee, ze was niet zo heel getalenteerd. Nee, was gewoon ook niet helemaal into de paarden. Nee, maar ja. Jij bent blijven hangen. Ik ben blijven hangen, ja. Ja, want je hebt toen een paar jaar Shetlanders verzorgd. Ja, 3 jaar heb ik in Nederland gewoond. Toen ben ik weer terug naar België. Maar iedere keer als ik in vakantie langskwam, dan kwam ik gewoon nog de Shetlanders verzorgen. En dan heb ik Roos gekocht. Ook in Nederland. Jump in time. Ja, dat is toch de logische volgorde. Okay, ja. Toen ik in België woonde. Ja. Heb ik Roos gekocht in Nederland. Ja, die stond niet zo heel ver bij ons vandaan. Volgens mij ook. En heb jij ook nog eerst een paar weken voor Roos gezocht, omdat ik nog een stal moest zoeken in België? Klopt, toen heb ik hem eerst een poosje gereden. En toen ontstond de liefde. Ja. Toen is ze naar België gegaan, maar waar ik toen woonde waren niet echt hele goede stallen. Ook niet omdat ik nog studeerde en dat ging niet helemaal lekker, omdat ik en studeerde en werkte om geld bij elkaar te sparen voor Roos, die dan heel erg ziek werd. Ja. En een stal die eigenlijk niet naar haar omkeek, terwijl ik dat wel een beetje verwachtte. Dus toen had ik Iris weer geappt, omdat Iris Roos ook een leuk paard vond. En dan is Roos terug bij Iris beland. Ja, en nou nog steeds. Ja. En want jij bent toen gewoon, we hebben toen afgesproken dat als jij in de vakanties kwam, dat je dan... Want wanneer was het ongeveer? Welke jaartal zitten we nu in? 7 jaar geleden of zo, denk ik. Toen ben je echt eerst nog een paar jaar lang langsgekomen. Ja. In de vakanties. Ja. Hoe was het eigenlijk om wel dan jouw paard echt te zien, maar dan bij mij en dan te rijden? Ik vond het eigenlijk veel beter, omdat ik zag dat het paard daar gewoon gelukkig was. Ik had in België niet de plek om haar te stallen zoals bij Iris. En dat zocht ik wel. Toen zei ik daar de hoofdprijs voor betaalde, maar dat had ik niet. Dus ik vond het eigenlijk een veel betere oplossing om dat paard daar gewoon gelukkig te zien. En wel nog te kunnen rijden en te kunnen bezoeken. Want ik zou het heel erg jammer hebben gevonden, moest ik haar gewoon in België ergens verkopen aan een of andere handelaar en dan niet weten wat er met haar zou gebeuren. Maar ja, want toen ben je echt toen kwam je best wel regelmatig nog in Nederland. Inmiddels zie ik je al tijden niet meer. Yes, corona. Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Maar ben je van plan om daar nou wel weer terug te komen af en toe? Ja. Als dat binnenkort gaat, dan... Gezellig. Want jouw vader woont in Nederland. Ja. Dus eigenlijk 10 minuten fietsen van bij jou. Ja, dus dat is de reden dat ze dan nog op en neer heeft. Niet voor jou. Niet voor mij, nee. Helaas. Oh ja, want nu heb je dus hier je eigen pony eigenlijk weer. Ja. Maar hoe is die eigenlijk op jouw pad gekomen? Hoe ben je daar zo? Mijn vriend die geeft judoles hier in Gent. En gaf judoles aan een kindje en die moeder had een manege. En dan zei ik, ik zou ook terug willen paardrijden en met studeren. Dat ging allemaal niet. En hier in Gent, ik ken niks. Of het is helemaal een heel eind uit Gent. Ik zou graag terug paardrijden. Ze zei, ik moet een keer vragen aan die moeder. Ik zeg, doe maar. Ik heb toch niks te verliezen. En zei ze, leuk. En wat zoek je? Nou, een beetje uitgelegd wat ik heb gedaan met Roos. En wat ik ook weer zoeken in een paard. Ze zei, dat heb ik nog wel op stal. En, dat heb ik wel gewoon voorraad. Toevallig. En zo ben ik hier terechtgekomen. Oh, dat is wel heel leuk als je zo via, want nu doe je dit dus alweer een paar jaar. Ja. Toen jij begon met Peanut en zo, jij deed altijd een beetje hetzelfde als wat Lisanne nu ermee doet, toch? Ja, alleen min het vrijheidsdressuur. Ik deed echt, ik ging... Lanceren. Lanceren. Ja. Altijd parcoursje neerzetten. Ja. En hetzelfde toch vet hard er doorheen. Ja. Want hoe heb jij die Shetlanders van mij ervaren? Hiro is altijd een beetje mijn pony crush. Ja, echt, hè? Ja, zo'n lief knuffelpaard. Jij bent ook een van de weinigen die volgens mij dat met Hiro had. Wat, Peanut is wel leuk. Peanut is een leuk pony, maar het is gewoon een kleine, beetje verwend. Tabakje. Dus hij is wel leuk en lief. Ik kan er van alles mee. Maar ik weet nog in het begin, Peanut kon ze hoeveel maar niet optillen. Het was natuurlijk echt nog vreulentje. Ja, hij was echt of zo. Die heb ik echt leren lanceren, want dat kon hij niet. Je hebt echt helemaal de start met de Shetlanders gedaan. Maar Hiro was echt een lieve knuffelpony. Kon je alles mee. Ging ik echt uren mee wandelen in het bos. Gewoon met z'n tweeën alsof ik een hond aan het uitlaten was. Maar vergeet dan ook niet, of in elk geval dit is niet voor jou, maar even voor de kijkers. Hiro was altijd bang voor iedereen. En nu, zoals jullie hem nu kennen van de video's, is hij hartstikke lief en gezellig. Ja. Maar vroeger,
toen was hij altijd, hij was bang voor mannen en nieuwe mensen, was hij altijd heel afwachtend mee. Dus ja. Jij was echt altijd ook voor Hero, denk ik wel, de meest. Hero vindt mij ook wel leuk, maar jij en Hero, dat was wel altijd. Ik denk dat hij daarom ook mijn zusje er een paar keer heeft afgebokt. was niet zo vanzelfsprekend dat hij je leuk vond. Dat jij nee, in het begin de was tijd ook, voor hem nam. Ja, in het begin moest je ook echt met wortel of met voer en mij erbij halen, want dat ging anders gewoon niet. Peanut, die pak je gewoon en die komt wel. Yes. We hadden ooit het hele leuke idee om Peanut aan de fiets uit te laten. Het klinkt echt dat doet hij nu best wel braaf. Oh, echt? Ja. Dus jij ging op paard en ik zei, oh ja, ik ga al met de fiets. Had ik Peanut mee zoals een hond, maar Peanut zag niet eens gras, dus dat was een snok. Dus we hebben mijn fiets en al. Zo herinner ik me dit. Ja, dat was echt een goed verhaal. En mijn fietssleutel was kapot, mijn stuur stond helemaal scheef. Ja, en normaal hebben we tijdens dit interview, stellen we onze gasten, waar wij bij te gast zijn, een vraag of ze ook nog iets van ons willen weten. Maar volgens mij weet je alles al. Ja, Sanne, hoe ervaar jij Iris? Ik ken haar nu al 10 jaar. En ik wil weten. Nou, ik denk dat dat wel goed te zien is in de video's. Hoe ik Iris ervaar. Vervelend dus. Impulsief. Dat is de eerste keer dat ik dit hoor. Hoe heb jij Iris ervaren? Oef, hebben jullie even. Ja, echt hè, maar jij hebt mij ervaren in je complete puberfase. Ik denk dat Iris mij een beetje, ja, zoals zij op mijn hele puberteit heb jij mij gezien, dus je hebt ook wel een hele ratfase heb ik meegemaakt. Ja, en we zijn nog steeds vriendinnen. Ja, dat is goed gekomen. Ik vind het wel jammer dat ik de laatste paar jaar niet ben langs geweest. Ik heb wel het gevoel dat er zo'n missing gap nu is. Maar kijk, dat kunnen we vanavond nog bijpraten. Ja, precies. Nee, maar ik heb eigenlijk altijd al mijn goede verhalen komen bij Iris vandaan. Ja, je maakt weer dingen mee als je met Iris bent. Ja. Dat is wel, zelfs als ik in mijn eentje ben, heb ik altijd gewoon. En dat is ook de locatie, denk ik. Er gebeuren altijd dingen. Ja. Een dilemma. En de vraag van vandaag is, welk paard heb je liever, Roos of Fernando? Oh, is dat moeilijk. En nou ja, Roos is natuurlijk wel een tuttebel, is een Mary. Roos? Tuttebel? Ja, een beetje zoals jij. Yeah. Iris vroeg net hoe we haar zouden omschrijven, maar een Mary. Een volse Mary. Best over iedereen heen. Dat Iris alleen maar Mary's wil en heeft, dat zegt genoeg. Dus dat... Ja, dat vind ik eigenlijk echt wel goed. Ja, dan ga ik toch denken voor Fernando. Roos heb ik zoveel problemen mee gehad. Overloper. Nee. Met haar gezondheid en zo. Nee, is natuurlijk een reden dat Roos, denk ik, ook wel bij ons weer terecht is gekomen. En dat je met Fernando nog steeds een lang... Ja, precies. En ook qua gezondheid. En moest ik het allemaal zelf moeten betalen? Ja, Roos is gewoon... Maar ik heb geen geld, hier heb je het weer. Ja, Roos, nee, ja, heeft Roos veel zorgen. Ik kan niet gewoon even met Roos zorgeloos een maand of twee doorkomen. Er gebeurt dat wel. Naam ook, Roos zorgeloos. Nee, maar die is nooit zorgeloos. Stel dat ze allebei gewoon... Gezond waren. Gezond en gelijk. Ja, en dat je alleen op karakter... Ja. Op karakter? Ja. Ja, afhankelijk of Roos hengstig is of niet. Dat is echt Roos gewoon... nooit hengstig. Vroeger wel. Oh, nee, lang niet meer. Sinds je hem hebt afgestaan. Ja, ik denk dat het toch wel Fernando gaat. Ik vind Roos heel leuk, ook om op te rijden. Mm-hmm. Maar Roos kan echt van die buien hebben dat je zoiets hebt van, ga maar terug de wei in. Ja, dat dus qua match, samen. Ja, Fernando is iets meer betrouwbaarder dan Roos. Ja, Roos is in het bos wel altijd. Ja, als ik moet kiezen bos, dan kies ik echt 100% Roos. Ja, oké. Ja. Wij zijn terug van een lange, regenachtige reis door Europa. Europa. We hebben de Eiffeltoren gezien. Op internet. Op internet. Nee, we wouden nog even de video voor jullie afsluiten, want we hebben natuurlijk wel nog een gezellige avond gehad. Maar dat hebben we niet meer gefilmd. Want, oeps. Ja, dat. Ja. Dus ja. Nee, maar het was ook gewoon niet zo heel interessant. Het was hartstikke regenachtig en het was donker. Het onweerde ook heel hard. Ja, dus ja, we konden wel filmen. Er was eigenlijk geen ene klap te zien. Dus geloof ons op ons woord dat het gezellig was. We hebben een gezellig gespoend op een matrasje. Oh ja. Luchtbed. Ja. Dat was ook erg cozy. Ja, toen hebben we dus de hele terugreis weer ingezet. Met regen. Met regen. En Carolina komt hier binnenkort nog, toch? In september. Dus die zien jullie binnenkort weer in de video's. Dus dan... Tegen die tijd gaan we wel een keer weer filmen of zo. Nee, maar we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie het interessant vonden om meer van de geschiedenis van Prinshaarpaarden te weten te komen. Vergeet niet te liken en te abonneren. En we zien jullie in de volgende video. Doei! Doei.